Ja, deze loopt ook. Nou, hey. Naast mij zit Peter. Welkom, Peter. Hi. Hi. Peter is afgestudeerd in psychologie. Hij heeft zijn eigen praktijk. En ja, als mensen een masker 19 bij de apotheek bestellen, dan kom je bij Peter terecht. En ik heb wat vraagjes aan Peter. Dus nou ja, nogmaals welkom. Thanks. En ja, ik wilde dus eigenlijk vragen. Je hebt te maken met vrouwen waar geweld aan gedaan wordt. Met name ook narcistische mannen. En ja, zo kan het toch niet langer? Wat is jouw mening hierover? Ja, ik werk veel met huiselijk geweld. En dat is natuurlijk best een groot probleem in Nederland. En heel vaak zien we natuurlijk wel, ik noem het dan zelf, afhankelijkheidsverbanden tussen iemand en een narcist. Dat zijn vaak heel lastig op te lossen problemen. Ja. We zien dat ook wel dat dat in verschillende stadia's verkeert. Maar een begin of een midden of een eindfase. In huiselijk geweld denken we vaak van nou, dan ga je toch scheiden. Maar gemiddeld 7 keer gaat een vrouw terug naar een man. Misschien ook wel een man naar een vrouw. Ja. En dat is gemiddeld. Dus ik kom dat veel tegen. Ik denk wel dat zo'n situatie vraagt om verandering. Ja, want jij zegt 7 keer, daar schrik ik wel van. Want ik ben zelf namelijk ook 2 keer teruggegaan. En daarin zit heel veel schaamte. Van ja, ik ben teruggegaan. Maar dat jij zegt 7 keer, dat is echt... Ja, gemiddeld. Schrikbarend. Je haalt het gemiddeld naar beneden. Maar zo kan het dus niet langer. Maar hoe stop je zoiets? Ja goed, de methodes die we dan gebruiken, dat zijn vaak veiligheidsplannen. Mm-hmm. Maar ik denk dat het een verhaal is wat ook, ja, wat jij wel noemt, het innerlijk werk wat je moet doen om los te komen. En met een veiligheidsplan alleen maak je het veiliger. Maar dan rijst bij mij gelijk de vraag van, doen mannen wel het innerlijk werk? Ik denk wel dat er mannen zijn die dat doen. Maar? Ja. Een narcist staat er niet echt onbekend dat hij ze aanklopt bij de hulpverlening. Precies. Precies dat. Ja. En kijk, met een huisverbod kan wel iets worden opgelegd. Dan zien we ook wel vaak dat een man of een vrouw het verzaakt. De narcist. Ja. En dan zien we wel vaak dat... de partner die daarvan afhankelijk is, wel hulp accepteert. Juist, en dat is mijn punt, want ik zit hier het innerlijk werk keihard te doen, ik zit er keihard aan te werken en hij is alweer door naar de volgende. Ja, dat is natuurlijk wel iets dat genoemd mag worden. Ja, zeker. Want waar ligt het nou eigenlijk aan? Is dat nou het ego van de man waarom die zo'n vrouw ondermijnt, domineert? Nou, we gaan er even vanuit dat de mannen de narcisten zijn, hè, in dit verhaal. Ja. Maar het kan natuurlijk ook andersom zo. Absoluut, absoluut. Dat is... Maar om dat even duidelijk te houden, anders wordt het moeilijk. Goed dat je dat even ook zegt. Ja, maar dan weten ze allemaal van ja, het kan net zo goed de vrouw zijn. Maar ze weten het wel. Dat ja. Weten ze van jou. Ja. Maar je vraag is eigenlijk van ligt dat aan het ego, hè? Ja. Nou, ik denk dat het in principe een ego-verhaal is. Of een ego-verhaal bij man en vrouw. Kijk, een narcist heeft dan misschien wel een duidelijk ego waar wat aan gedaan moet worden. Maar ook de vrouw die daarvan afhankelijk is en die daar eigenlijk in opofferend bezig is, heeft natuurlijk ook gewoon haar innerlijk werk en de struggles met haar ego. Vaak zien we ook wel dat twee mensen op deze manier een strijdende partij van elkaar zijn geworden. Ja. En waar de ene langdurig de ander de schuld geeft, begint de ander op een gegeven moment ook te zeggen, nee, dat doe ik niet. Ja. Het is sowieso een visuele cirkel en het is sowieso giftig. Ja. Maar ja, wij hebben natuurlijk al vaker met elkaar gesproken, telefonisch, Skype, via e-mail. Ik ken jouw expertise nu inmiddels, want anders... Hè?
Maar ik ben inmiddels zo vertrouwd geraakt, Peet, met de rode vlaggen te signaleren. Jij als man, ik vind het fantastisch dat ik hier zit met een man in die zin van, vertel mij eens in hemelsnaam waar ik die man vind met een groene vlag. Waar kan ik die aan herkennen? Zijn die er? Nou, dat is misschien wel leuk, omdat je hier zit met mij. Ik wil niet zeggen dat ik vol met groene vlaggetjes zit, maar jij had hier niet gezeten als ik rode vlaggetjes had gehad. Nee. Dus de kijker weet ook wel een beetje wie je bent. Er is te komen. Ja, en ik heb er ook wel voelsprieten voor inmiddels. Van oké, ja. Het voelt goed of het voelt niet goed. En dit is te vertrouwen, dit voelt niet veilig. Maar ja. Ja, dat is dus het luisteren naar jezelf. Want jij hebt... maar dan gooi je het wel mooi bij mij neer. Nou, wat wil je bij mij neerleggen? Jij bent een man, ik ben toch anders bekabeld? Ja, wij zijn man en vrouw zijn anders bekabeld. Hoe moet een vrouw nou weten dat een man... Tuurlijk, je hebt intuïtie en je kan op je eigen gevoel en je instincten, daar kan je naar luisteren. Maar zijn er überhaupt mannen met groene vlaggen? Nou, het pijnlijke is wel dat ik mezelf nog niet echt een man noem met groene vlaggen. Hmm. Ik kan wel zeggen van oké, bij mij zijn de rode weg. Dan zijn ze oranje, rood, groen. Ja, ze klimmen op. Maar we moeten hoop houden. We moeten het ook met elkaar doen. Kijk, momenteel is het wel zo, denk ik, dat we zien dat het een groene vlag zou kunnen zijn als een man zich er bewust van is. Dat hij op die man waar we het over hebben, de narcistische man, die zegt van nou ja, als ik dat nou eens omdraai, dan zit ik misschien in de richting van een groene vlag. Dus daar waar deze mensen toch wel bekend om staan wat ze doen, dat jij als man gaat leren beoefenen van nou, hoe kan ik dat nou eens andersom doen? En ik zou dat al een groene vlag willen noemen van oké, een man die heeft al in de gaten van ik moet het wel andersom gaan doen. Als wat ik vaak zie als voorbeeld. Maar dan praat je echt over een ander soort man al, hoor. Dat hij dat bewustzijn heeft van, joh, zo wil ik het niet. Ja. Nou kijk, als ik kijk naar jou in je ogen of naar een vrouw in de ogen. Dan vind ik dat nogal heftig als ik het een en ander op mijn geweten heb. Ja, maar hun niet. Nee, dat kan dus ook wel een rode vlag zijn, dat hij zegt van oké, op een moment dat een man jou aankijkt, als een man zich er bewust van is van ja, dat doe ik eigenlijk wel heel makkelijk. Terwijl ik heb misschien ook wel het een of ander op mijn geweten. Ja. Nou, ik denk dat dat ook wel een groen vlaggetje mag zijn. Dat ze dat al doorhebben. Ja. Dat daar al een beginnetje is. Ja. Ja. Kijk, als ik het een en ander had gedaan, wat ik dan misschien heb meegemaakt met mijn ex, of jij misschien met jouw ex, ja, dat we elkaar dan gewoon weer glashard zitten aan te kijken, alsof er niks aan de hand is. Ja, en weer doorgaan. En weer door. Maar dan ben je onbewust, dat zeg jij heel goed. Daar ben je er niet van bewust. Nee. Je zit in dat hamsterrad. Ja, maar ik vind het ook wel een narcistisch patroon. Zo van, nou oké, ik heb wat gedaan, ik hou het even stil en een week later doe ik weer normaal. En vooral vingertje wijzen, de ander heeft het gedaan. Ja. Maar waar vind je nou een kwetsbare man, een emotioneel beschikbare man? Bestaan die überhaupt? Ik heb ze nog niet. Mijn vader was emotioneel beschikbaar. Voor zowel zijn dochters als voor zijn vrouw. Maar daarna ben ik het niet meer tegengekomen. Nou, ik ben blij dat je dit zegt, want daar ligt natuurlijk wel een stukje informatie. Dat een vader naar zijn dochter dat schijnbaar wel heeft. Ja. Ja, dus ik weet hoe het wel hoort. Ja. Dus we zullen het wel kunnen. Juist, dus, en ze bestaan dus ook nog wel eigenlijk, als ik het zo... Hè? Ik wil wel positief blijven, we bestaan nog wel. Ja. Ik denk wel dat daar een hele hoop innerlijk werk voor nodig is om... Dus mannen, pak een bewustzijnsboek in plaats van een Playboy, zoiets. Ja, dat om te beginnen. Ja. Draai eens een ander filmpje. Hè? Ja, precies. Nee, maar ik en mijn kijkers met mij doen echt keihard innerlijk werk. En ja... Wij helen onze gebrokenheid, maar wij pikken dit niet meer. Wij accepteren niet nog een keertje, want onze ogen zijn open. We zijn ontwaakt, we zijn wakker geworden. Het gaat niet meer wat binnenkamers heeft gespeeld. Dat wordt ook nu ronduit verteld tegen alles en iedereen. Daar hoeven we niet meer voor ons voor te schamen.
En als er dan volgende keer een kerel komt met een rode vlag, dan accepteren wij die niet meer. Dus dan zitten ze mooi allemaal bij elkaar. Te gokken of in een pokerpaleis, weet ik van waar. Ja, dat snap ik. Je bent er stil van. Nou ja, kijk, ik... Ja, sorry hoor. Wat is je vraag hierin? Meer woede, of meer, nou woede niet, maar gewoon, wat moeten we nou? Pete, help! Jij bent de man, de man, de myth, de legend. Nou, vanuit mezelf wil ik dat toch wel antwoorden. Kijk, ooit voelden jullie je aangetrokken tot de narcistische. Goed punt. Schijnbaar was dat aantrekkelijk, sexy. Die man die bevatte op dat moment het droombeeld. Ja, maar dat komt ook door zijn charisma en zijn machtsmisbruik en alles. Hij geeft een vals zelfbeeld op. En dat is juist de valkuil. Kijk, een slechte man kan heel goed de goede man nadoen. Juist. Het is niet dat hij zich heel goed heeft voorgedaan en het ook echt is. Hij heeft zich heel goed voorgedaan en hij was het niet. Nee, we zien daar het woord goed voorgedaan. Ja. Je hebt het mooi toneel gespeeld. Juist, hij heeft een masker opgezet. Ja, en wij vinden het dan lastig om dat toe te geven. Kijk, er is geen narcist die denkt, ik ben een narcist. Nee. En er is ook geen narcist op de wereld die denkt, of een vrouw die denkt van, hé, daar loopt een narcist. Daar ga ik eens even helemaal compleet voor vallen. Nou kijk, ik denk wel dat een narcist bijvoorbeeld een aantal eigenschappen heeft die wij... goed in de gaten hebben of goed in de gaten krijgen. Inmiddels wel, maar dat komt door jouw werk en door wat ik hier loop te doen. Wij zijn narcistverdelgers. Ja, als dat onder het tapijt blijft zitten, wie doet het dan? Het moet aan de oppervlakte komen. Dan denk ik dat het een goed verdelgingsmiddel is. Zeker. Als jullie vrouwen of wij mannen die te maken hebben met een narcist, dan zeggen van ja, kijk waar wij eigenlijk op vallen, bijvoorbeeld misschien een heel ander type mensen krijgen. Tuurlijk, want in degene die de narcist heeft aangetrokken zit wel degelijk ook heel veel innerlijk werk te doen. Dat vertel ik ook als je codependent bent. Dat is echt een goed punt wat je net aanhaalde. Dan moet je ook het innerlijk werk doen. En pas dan kan je iemand aantrekken die het ook het innerlijk werk heeft gedaan en dan krijg je een gezonde relatie. Ja, maar ja, wij komen vaak uit dat soort ego-relaties. Ik heb dat van jou. Ja. Beschadigd eruit. We zeggen dan van oké, ik weet nu wel, ik wil een emotioneel beschikbare man. Ik weet ook eigenlijk wat ik niet wil. Heel goed. Ik kom daar ook uit met een bepaalde schuwheid, een bepaald wantrouwen. En eigenlijk, al zou je dan in principe zo'n leuke man tegenkomen. Ja, daar begin je eigenlijk al met -10. Bij -10 start je? Ja, eigenlijk na een periode van narcistische relaties. Heb jij weinig vertrouwen? Heb jij ook twijfels? Heb jij een oog voor rode vlaggen? Dan vind ik dat jij nog helemaal niet toe bent aan een relatie. Want dan zit jij nog in die water. Terwijl jij moet wachten totdat je aan de overkant bent gezwommen. En dat je veilig aan de kant bent geklommen. Even metaforisch gesproken. Ja, ja. En dat je dan pas die nieuwe relatie aangaat. Dus van codependent naar herstellend codependent. Maar niet terwijl je nog midden in die zee aan het zwemmen bent met vol wantrouwen. Stel, je bent dan aan de overkant. Hè, en daar zit die. Dan ben je er waarschijnlijk klaar voor, maar dan zit je niet meer op -10. Nee, maar daar zal waarschijnlijk ook een man in deze kwestie zeggen van oké, wat jij daar aan de andere overkant kan dat weer opnieuw? Tuurlijk niet. Nou ja, kan dat dan kan dat dan enigszins hetzelfde zijn? Je bedoelt weer laten manipuleren en domineren? Nee, want daar zit geen man die jou wil Precies. Manipuleren. Wat bedoel je dan? Dan snap ik het niet even. Nou, daar waar het in principe gegeven kan worden aan een manipulatief man. Een narcist die trekt vrouwen aan die zeggen van oké, jij bent van mij, ik hoor het gerust zo ver gaan. Jij bent van mij, ja. Ja, maar ik hoor dan ook gerust de vrouwen zeggen van oh, dat is de ware. Ja. Dat is allemaal het. Precies, dus als jij, dat is een heel goed punt wat jij nu hebt, dus als jij daar aan die kant van de oceaan of van de zee of whatever, van de rivier, de verkeerde man hebt en je hebt al het innerlijk werk gedaan en je gaat naar die goede man toe en je zit aan die andere kant. Als jij van iemand hebt gehouden die niet goed voor jou was, hoeveel ga je dan veel meer houden van die ander die wel goed voor jou is? Ja, zijn we er dan? Ja. Dat is het punt. Top man. Kijk, en die man die je achterlaat aan deze kant, hè? Ja, maar luisteren, die
die zal natuurlijk wel weer eens een nieuwe slachtoffer zoeken. Oh, zeker. En ik denk wel dat we daar ook goed naar moeten kijken van hoe zoeken deze mensen hun slachtoffer. En dat, daar mag ook wel eens een keer wat van gezegd gaan worden. Juist door de helende partij. De mensen die de overkant dan hebben gehaald. Die kunnen ook gaan zeggen en gaan waarschuwen. Van, juist. Kijk, deze mensen zijn ook wel op een bepaalde manier geraffineerd op zoek. Ja, maar ja, dat doe ik natuurlijk ook wel in mijn filmpjes. Hè. Dus let vooral op de waarschuwingssignalen. Die geef ik mee. Het projecteren waar ze hier op testen. De empathie waar ze hier op testen. Ja. Op een gegeven moment weet je het wel. Ja. Nou, ik zelf heb dan wel bijvoorbeeld een mechanisme waar ik denk van ja, daarom trek ik het aan. Ja. Ik vind het fijn om iemand te waarderen. Juist. Te respecteren. Te respecteren. Ik waardeer jouw werk, ik respecteer jouw werk. En dankjewel. Eigenlijk is het ook zo van alsof ik me nou goed voel om dat tegen jou te zeggen. Hmm. Nou, dat waardeer ik zeker. Ja, nou moet je tegen een narcist zeggen. Die zegt, ja, ga je gang. Waardeer mij maar. Ja, maar die zal nooit waardering oprecht aan een ander geven. Nee, dat zal andersom niet zo gauw nooit. Red flag weer. Hè? Ja, precies. Ja, joh, ik moet hem even in laten zinken hoor. Want ja, ik over mijn vader nog even terug te komen. Die heeft mijn moeder echt als een diamant gezien. Ik denk van, waar zijn die mannen die een vrouw als diamant, die de aandacht, de oprechte interesse, het luisteren ook naar een vrouw. Ja, sorry, ik blijf praten over vrouw, omdat ik natuurlijk even vanaf die kant zit te praten. Maar het luisteren, ook wat er niet gezegd wordt, dus tussen de lijnen door. Waar is zo'n man die je niet weggooit als een steen, maar ziet als een diamant? Ja, laat het positief zien, die zijn er. Je vader was er ook een. Je vader is er dan ook nog een uit een andere generatie. Stel dat jouw vader in plaats van jou een zoon had gehad. Misschien heb je een broer. Maar die krijgt dan ook dingen mee van pa. Ja. En vaders hebben hierin een hele grote rol te spelen. Ja. Dus kijk, ik weet het niet. Maar als ik zo'n vader zou hebben. Ja, dat zou mij goed doen. Juist. Het kan ook zijn dat ik een vader heb gehad die misschien wel het tegenovergestelde was van jouw vader. En ik kan daar ook als zoon van maken en zo wil ik het niet. Nee. Zo ga ik het niet doen. Juist. Ja, dat kan ook. Daar kan je natuurlijk ook wat mee. Maar dan heb je nog niet zo gauw in je handen van hoe moet ik het dan wel doen. Nee. Dus eigenlijk zeg jij, als jij zelf al als volwassen man het goede voorbeeld geeft aan jouw zonen. Ja. Dan zijn we al voor de volgende generatie. Ja. Hebben we al een hele grote stap gezet. Ja, en ik vrees eigenlijk dat wij daar een beetje laag mee zijn. Kijk, we hebben natuurlijk de emancipatie achter de rug. Jij en ik zijn al in die leeftijdsfase dat we dat kunnen zeggen. Dat was in de jaren 70, hetgene waar wij in opgroeiden. Eind 70, hè? Eind 70, begin 70. Wow, het gaat hard genoeg. Ja. Maar ja, wou je nog iets zeggen? Sorry. Nee, gaan. Nou, hoe vind jij dat het gesteld is dan naar de respect naar vrouwen toen nu in anno 2020? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind het niet zo goed. Dit is zo fijn om te horen. Ja, maar ja, het is niet... Het is heel erg om te horen. Maar een bevestiging van ja, hallo hé, waar zijn we nou mee bezig mannen? Ja. Een vrouw is gegeven... van God aan Adam als geschenk. Zo worden we helemaal niet meer behandeld? Nee. Ik denk eerlijk gezegd dat het ergens is misgegaan. Net zei ik, ja, de emancipatie, dat is dan nog wel een tijdperk waarin jullie als vrouwen massaal zeggen, dit kan zo niet langer. Enough is enough. Ja. Eigenlijk roepen jullie ook, het kan niet langer hoe jullie je gedragen. Maar dat wordt ook een beweging die gaat naar, wij willen gelijke rechten. Wij willen dezelfde salarissen, wij willen gelijk behandeld worden. Dus ik denk dat we veel meer hadden kunnen bereiken als we ook hadden gekeken naar wat er gezegd werd naar ons als mannen. Kijk, dat jullie gelijke rechten hebben natuurlijk. Maar dat jullie daarvoor op de bres zijn moeten gaan staan. Is ook het geluid geweest van, hé, mannen. Het gaat helemaal niet goed zo. Het zou fijn zijn als er een verandering komt. Want een man inmiddels kan ook strijken en doet ook zijn wasje en die is ook gewoon, hè?
Ja. Autonoom. En dat heeft helemaal niks met die ouderwetse rolverdeling. Want dat wil een narcist ook, die ouderwetse rolverdeling. Ja. Zet jij maar je kopje koffie maar. Hoezo, mankeer je wat aan je... Hè? Je klauwtje zou ik zeggen, maar het is toch zo? Ja. Gewoon, het moet in balans zijn, het moet geven en nemen en wat een gezeur allemaal zeg. Dus ja, dat is niet het beste. En hoe zit het nou met vrouwen? Ik ben daar het levende voorbeeld van. Dat die mishandeld zijn en of dat nou lichamelijk, geestelijk, emotioneel, spiritueel gezien is. Die mannen die geven geen excuus. Ze hebben zich omgedraaid, ze zijn alweer bezig met het volgende slachtoffer, zoals jij het inderdaad hebt genoemd. En ik zit daar met een gebroken hart. Ik mag mijn scherven alleen oprapen. Er is niemand... Hoe gaan we dat aanpakken, Peet? Ja, het liefste zou ik dat wat breed willen zoeken, ook in innerlijk werk en in een soort psychische ontwikkeling. En dan denk ik het mechanisme van toch de narcistische man wat beter begrijpen. Ik snap hem niet, wat zei je nou? Het mechanisme van hoe een narcist te werk gaat. Ik me moet gaan inleven, maar dat heb ik allemaal al gedaan. Dat station hebben we gepasseerd. Ik weet hoe die werkt en het werkt niet goed. Nee, en ik denk dat we daar meer educatie over moeten krijgen in de maatschappij. Kijk, we hebben nou YouTube-filmpjes en jij vertelt daar dingen over. Maar ik denk dat dochters of zonen daar ook vroeg voor moeten worden gewaarschuwd. Ja, maar ik zit nog steeds met mijn vraag. Ik loop hier met een bloedend hart en met een mes in mijn rug. En dan praat jij natuurlijk logisch gezien ook wel vanuit het ratio. Maar in mijn gevoel, er is geen excuus aangeboden, vreemd gegaan, autobanden, alle vier lek gestoken en had ziek idee. En ik zit financieel beroofd. Maar nou komen we ergens, hè? Ja, kijk, en dit is natuurlijk pijnlijk voor mij als man, dat mijn soort heeft jou... Ja, ik voel ook, het lijkt wel alsof ik jou aanval, maar kom op, jij hebt de expertise. Help me, red. Nou ja, niet red ons, dat doen we zelf wel, maar... Het is ook gewoon terecht dat je me daar enigszins op aanspreekt. Voor mijn soort. Ik heb je autobanden niet lek gestoken, maar wij zijn ertoe in staat om dat te doen. Er zijn misschien redenen waarom we dat doen, maar die is natuurlijk nooit de normale reden. Ja, jij bent van mij. Ja. Het bezit, dat was de reden. Ja. En dat je dan weggaat, dan word je in een jaar gestookt. En jij bent van mij. Jij bent mijn bezit. Nou, wat ik wel zeggen wil is van kijk, niet aanvallend, maar ergens heeft iemand zich ook tot bezit laten maken. Daar kan je natuurlijk in een voorstadium veel aan doen. Nou, dat gaat mij niet gebeuren. Dus ik denk dat we daarin ook moeten zien van oké, hoe werken mechanismes, hoe iemand je tot je bezit maakt. We hebben natuurlijk al wel gezien dat we loverboys hebben in deze maatschappij. Daar grijpen we wel op in. Kijk, ik wil dat toch wel heel graag uitleggen dat mensen met narcistische neigingen het zelf niet kunnen hebben als ze worden verlaten. Nee, tuurlijk. Er zit diepe schaamte en schuld en verlatingsangst onder. Ja, en deze wonden die zorgen ervoor dat ze dus altijd degene zijn die jou gaan verlaten. Ja, precies dat. En jou bij de vuilnis gaan zetten. Hè? Nou komen we ergens. Ja, en dat zal een menselijk iets zijn. Dat is even nou geen mens die dat leuk vindt. Natuurlijk ligt het ook aan dat je het hebt aangetrokken, dat weet ik wel. Maar mijn vraag is meer richting oplossing nu. Dat we weten het en wij pakken onze verantwoordelijkheid. We hebben het aangetrokken, dat was niet oké, maar daardoor zijn we nu waar we nu zijn. Oké, nou stel nou eens dat ik een man ben die zegt van ja, ik wil niet bij de vuilnis gezet worden en ik heb een oplossing. Ja. Ik zet jou als vrouw bij de vuilnis. En ik zorg wel dat mij dat niet overkomt, maar dat jou dat overkomt. Ja, dan doet die narcist. Ja, maar dat is veel gaande. Een spelletje wat veel gaande is. Oké. Enerzijds zou ik zeggen, er is heel veel winst te behalen als jij je als vrouw niet bij de vuilnis laat zetten. Ja, maar dat is gebeurd na het innerlijk werk. Ja, dat is dan het innerlijk werk. Maar
Een innerlijk werk is wel nodig nadat het je is overkomen. Juist. Precies. En hoe zorgen we ervoor dat dat ons niet overkomt? Nou, dat is een beetje mijn vraag richting oplossing en richting hoe gaan we dat nu... Ja. Ja, kijk, wat ik dan als man heb op te lossen is waarom heb ik de neiging om dat te doen? Welke angsten heb ik, welke frustraties heb ik, waardoor ik dat de vrouwen zo makkelijk aandoen? Ja, maar ze gaan in dit leven niet meer veranderen. Nou, dat moet wel. Ja, maar een narcist is toch onveranderbaar? Nou ja, kijk, ik vind het mijn persoonlijke taak om mezelf wel te veranderen. Ja, maar jij bent ook geen narcistische man. Maar ik vind het wel inderdaad een hele mooie dat er inderdaad, wat jij zegt, gewoon ook goede mannen zijn die wel het innerlijk werk doen. En zo, ik ken je inmiddels, jij doet het al 20 jaar. Respect daarvoor. En dat willen wij zien. En dat is inderdaad een oplossing. Nou, ik denk wel dat wat jullie willen zien is dat je dus eigenlijk ook wil zeggen van nou, ik wil een andersom man zien. Een andersom man, ja. Ja, degene die mij nooit bij de vuilnis gaat zetten. Juist. Degene die mij als dat diamantje gaat zien. Juist. En waar zien we dat soort dingen dan aan? Ja, en eigenlijk als ik denk aan een narcist die al aankomt met... Hallo, wat heb je mooie ogen? Is een andersom man misschien zeggen... Nou, ik weet niet hoe ik in je ogen moet kijken. Mag ik in je ogen kijken? Dus daar zie je misschien al wel van die narcisten kunnen ons goede mannen misschien nog wel iets goeds leren. Dat is even een andere attitude. We moeten het even omdraaien. Juist. Maar... Even toontje lager. Ja, we zouden ze bijna dankbaar kunnen zijn. Want, nou, hoe jullie dat doen, draaien we om en dan zitten we ongeveer... Zo zitten we goed. In de goede richting. Leuk. En nou ja, hoe wil je verder... Heb je nog... Jij hebt ook vragen voor me, dus als jij... Ik heb je al genoeg onder de... Hè? Nou ja, wat ik wel wil zeggen is... Ik heb natuurlijk ook graag dat ik met jou eens kan kijken hoe wij als man een excuus kunnen maken. Voor het leed wat we jullie vrouwen hebben aangedaan. En ik denk zelf dat wat ik heb meegemaakt... fijn was geweest als iemand had gezegd sorry en dit kan niet worden afgedaan met joh, sorry en nou, we gaan weer door. Het mag natuurlijk best wel een keer gezegd worden van oké, waar zeg je dan sorry voor als man en het zou voor jullie fijn zijn als dat ook een empathische sorry is. Ja, die je voelt. Ja, die je voelt. Die je van een narcist ook niet kan verwachten. Nee. Vaak blijven we hangen in een aantal dingen. Dat je zegt van nou, waarom hebben we het niet kunnen afsluiten? Dat is een vasthoudmechanisme. Absoluut. Waarom heb ik nooit eens een sorry van je gekregen? Juist. Die jullie wel gewoon verdiend hebben. En daar zit je dan met bij de vuilnis gedumpt als vrouw. Eigenlijk geheel onterecht. Je staat jarenlang je werk, je innerlijk werk te doen. Muziekjes te luisteren. Je hebt alles gegeven hè, aan zo'n man. Je bent leeg. Je kan eigenlijk niet meer aan een relatie beginnen. Nee. En... dat zijn dingen dat ik denk van ja, dat is nog maar het topje van de ijsberg. Wat zich aan leed laat zien. Ja, wat we jullie hebben aangedaan. Ik ben wel blij dat we dit zeggen, want hier zit ook een klein beetje dat je ziet dat ik het dan ook moeilijk krijg om een vrouw daar ook bij aan te kijken. Hmm. En als ik dan kijk naar hoe ik was als man in een veel mindere versie als wat ik nu ben. Ja, dan ben ik misschien ook 16 en begint het al met jou zeer te doen, omdat ik jou als vrouw, omdat ik andere vrouwen bekijk of er ook intrap en me daar ook al niet eens realiseer van, oh, wat doe ik daarmee mijn vriendinnetje aan? Of
misschien heb ik daar ook wel de gedachte van, nou jij doet dat ook, dus ik doe dat ook. Dat zijn geen oplossingen. Het zijn natuurlijk oplossingen die je samen had kunnen bedenken als man en vrouw. En het is natuurlijk hoog nodig dat dat gezegd mag worden van, we moeten het samen doen. En het is niet een strijd. Het is niet bedoeld als een strijd tegen jou en mij. Het is Adam en Eva. En niet Adam tegen Eva. Of andersom. Ja, precies. En wij moeten samen uitvogelen van, wat zou dan het paradijs weer kunnen zijn? Oh, dat is echt mooi gezegd, zeg. Dat ontroert me echt. En het doet me echt goed dat je dit zegt. Maar toch die maar. Van ja, maar we zijn er nog lang niet. Wij krijgen nu van jou een excuus vanaf de mannen. Begrijp ik dat goed? Vanaf de mannen? Ja, ik denk dat dat gebeuren moet. En een echt excuus. Hè? Niet zo even gauw tussen neus en lippen door. Nu. Jeetje, we mogen jullie wel eens met meer respect gaan. Man. Het doet me heel goed, het raakt me ook. En dan denk ik van ja, jij kan dat wel zo zeggen. Maar gaat dit ook echt gebeuren? Nou, kijk. In globaal gezien. Ik ben blij dat we dat kunnen zeggen in de zin van we moeten het samen doen. Ja. Want ik moet gewoon zeggen als man, oké, het is me dan wel gelukt om een andersom man te worden. Maar hoe ik het paradijs echt moet vinden in een relatie, een droomrelatie, dat zal ik ook samen moeten vinden met een vrouw. Kijk, en ik denk wel dat ik niet moet komen aankakken met bepaalde vaardigheden. Dat je zegt van nou, het zijn de middeleeuwse vaardigheden. We zouden ook allebei, denk ik, heel erg gelukkig zijn met hoe we elkaar bewonderen om het innerlijk werk wat we gedaan. Wauw, dat is een hele mooie. Dat is echt respect voor de man en de vrouw die innerlijk werk doen. Ja. En dat je dat kan waarderen in elkaar. En dat je dan onafhankelijk verbonden met elkaar ben en dat je ondersteunend bent en niet leunend op elkaar. Ja. En dat je inderdaad dat waardeert in de ander. En dat je elkaar ook op het evolutionaire pad meehelpt. Ja. Ja, en elkaar leert om dat emotioneel beschikbaar te zijn. Precies, in plaats van het tegenhoudt. En dat je emotioneel beschikbaar bent en blijft en die aandacht naar elkaar toe en in liefde blijft. Ja. En kijk, daar zijn misschien wel vaardigheden voor nodig, hè? Dat je kwetsbaar en eerlijk kan zijn. Ja. Dat ook vaardigheden zijn waar je zegt van nou, dat wordt het nieuwe stoer. Oh, wat leuk. Het nieuwe badass, daar gaan we voor. Ja. Het kwetsbaar opstellen wordt het nieuwe badass. Ja. Ik vind hem mooi. Dat is het nieuwe sterk zijn. Ja, ik voel hem. En als ik als man zeg maar zeggen, ik had hier niet gezeten bij jou, als ik mijn innerlijk werk niet had gedaan in... Nou, toch al enige jaren me richten op ik wil een eerlijke man zijn. Ja, want dat willen wij vrouwen hoor. Ja, maar het is natuurlijk wel bedoeld om uiteindelijk een man te worden die betrouwbaar is. Ja, dat is toch eerlijk? Eerlijk, betrouwbaar, loyaal, trouw, hartstikke idee. Ja, ik zie het als een ladder. Hè? Kijk, als jij eerlijk kan zijn, dan zal jij wel betrouwbaar worden. Ja. En kijk, jij hoeft mij niet op een woord te geloven. Ik bedoel... Het is verbinden, het is voelen. Ja. Maar dat je elkaar op die manier helpt om een betrouwbaar mens te worden. En het zijn natuurlijk al innerlijke signalen die je oppikt bij een narcist. Achteraf zeg je ja, ik had het eigenlijk wel gevoeld. Ja, absoluut. Dat is mij ook wel eens gevraagd. Van, had je geen onderbuikgevoel? Ja, maar intuïtie had... Duidelijk nee. En toch ervoor gegaan. Ja. Maar ja, nu ben ik in dusdanig zoverre in een stadium, in een proces terechtgekomen. Die ik niet had willen missen. Want ik ben nu sterker. Ik sta nu sterker in mijn schoenen. Ik ben mentaal, emotioneel. Gewoon sterker, steviger in mijn schoenen. Ja. Ja, ik ook. En kijk, dat is ook de reden waarom ik denk van nou, het leuke is, zo konden wij elkaar ook gewoon vinden. Ja, je ontmoet daardoor ook meer gelijkgestemden. En jouw energie, als jij in trainingsfrequentie omhoog gaat, door het innerlijk werk en door alles wat je hebt gedaan, dan tref jij ook andere mensen op jouw pad en dan tref jij heel die narcist niet meer. Nee. Ik vind hem prachtig. Zullen we het hierbij laten? Wil je nog iets? Nee? Ik vind hem super mooi. Ik wil je bedanken. Ja, graag gedaan. Super bedankt. En nou ja, dames, laat vooral weten wat jullie ervan vinden. Peter en ik willen graag weten. Ja, een beetje sparren. Laat vooral
een comment achter. En, nou ja, be badass zoals Peter zegt. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En kwetsbaar, dat is het nieuwe badass.